We gaan 49 treden naar boven. Doen we poco poco, hè? Langzaam. Dus Curaçao is ontstaan onder de zeeniveau door vulkanische uitbarstingen. En tussen de weg en de landingsbaan, dat hele terrein, is plantage Hato. Met de slaventijd hebben ze daar gewerkt en gewoond. De vluchtende slaven gebruikten de grot hier als schuilplaats. En daarom werd de grot ook door de slaven ontdekt. We zijn nu 20 jaar open als attractie, maar de grot is al zo'n 42 jaar beschermd door de staat. Dit is de raamkamer. Daarboven zien we een natuurlijke raam. Dus daar gaan de vleermuisjes ook naar buiten, komen ze weer naar binnen. Deze rotsen waren gedeeld van het plafond. En waren naar beneden gekomen eeuwen geleden door aardverschuivingen. En de punt van die rots, die hing daar in het gat. Met een kurk. De stalactiet die groeit van boven naar beneden, stalagmieten van beneden naar boven. Stalactieten is dus een ezelbruggetje. Stalactieten die hangen, gieten die hangen en mieten die staan. Dus kunnen jullie het nooit meer vergeten. Onze laatste kamer, de fantasiekamer. Want met een beetje fantasie en verbeelding kunnen we enkele figuren zien in de rotsen. Bijvoorbeeld een piratengezicht. Oorspronkelijke bewoners van het eiland, de Indianen, de Kaikitio's, die zijn nooit binnen in grotten geweest, want ze waren bang voor grote, gesloten, donkere ruimtes, wat wij dus noemen claustrofobie. En daarom vinden we overal op het eiland de rotsteken mengen van de Indianen en de petroglyphen buiten de grotten. Vroeger kwamen we hier kamperen met padvinderij. Toen bestond deze trap naar boven nog niet. En er was geen verlichting, niks. Het was avontuurlijk, maar heel leuk. Ja. En is mijn werk geworden.